zit hier bij de Nationale Coördinator Terrorisme, Bestrijding en Veiligheid, bij Wil van Gemert. Hij is de directeur Cybersecurity. Goed, nou Wil mag ik wel zeggen. Ja, graag. Hartstikke mooi. Nou, hartstikke fijn dat je ons hier ontvangt voor deze video voor de nieuwe recruten van Team Hightech Crime. Ja. Nou, is hartstikke blij dat je meedoet, want je hebt een hele ruime ervaring in de politie. En natuurlijk bij de AIVD gewerkt, directeur Democratische Rechtsorde Binnenlandse Veiligheid. Ben je ook nog de CIO geweest? Ja. Ja. Daarvoor nog bij de Nationale Recherche gewerkt. Ruime ervaring, ook alleen managementposities in de politie. Ja. Maar nu directeur Cybersecurity. Ja. Zullen we anders beginnen even met een kort overzicht van het cybersecurity landschap in Nederland. Ja. Welke organisaties houden zich daarmee bezig en welke taken hebben ze in onderlinge verbanden? Ja, het zijn er gelukkig steeds meer, hè, want cybersecurity is een hot item, om het zo maar eens even te zeggen. En dat hoort ook zo. Maar als je kijkt naar de belangrijkste spelers op dit terrein, dan zou ik eigenlijk 5 verschillende partijen, en ik heb het meer naar partijen toe genoemd, willen onderscheiden. Aan de kant van de inlichtingendiensten, je noemde het al even, hebben we 2 belangrijke spelers, MIVD en AIVD, die een eigen taak hebben op het gebied van cybersecurity, met name gericht op statelijke actoren die in Nederland via cyber informatie zouden willen inwinnen. Hmm. Dan heb je natuurlijk van daaruit politie en OM en onder andere het Hightech Crime Unit, die als het gaat om opsporing verantwoordelijk zijn voor opsporing op dit terrein naar strafbare feiten. We hebben een private sector die steeds groter wordt. Een private sector in de beveiligingsindustrie natuurlijk, maar ook private sectoren die te maken hebben met cyber. En we hebben een brede community van allerlei mensen die of als hobby, maar ook op vanuit een beroepsmatige overtuiging, bijvoorbeeld als journalist, ook op dit terrein actief zijn en melden. En tenslotte, en dan kom ik bij de eigen organisatie, heb je de overheid, die in ieder geval ook op het gebied van cybersecurity sinds een jaar een eigen directie heeft, directie cybersecurity, je noemde het al, die eigenlijk 2 taken heeft. Enerzijds een Nationaal Cybersecurity Centrum, het NCSC, organiseert en zorgt dat er is. En tegelijkertijd, en dat is de tweede afdeling zeg maar, die onder mij valt, een beleidscluster die probeert om op het gebied van cyber initiatieven te nemen, wetgeving te maken, te zorgen voor zaken als een leidraad responsible disclosure, veelal een groot aantal terreinen. Maar dat zijn eigenlijk de 5 belangrijkste, wat mij betreft, spelers op dit gebied. Ja, want als je dan kijkt naar al die andere organisaties, is het zo van de meeste veiligheidsdiensten en bedrijven hebben een afdelingje cybersecurity. Mm-hmm. En die werken dan onderling met elkaar samen. Is dat een soort netwerk? Of kun je wel zeggen van, nou ja, het is gewoon goed onderling georganiseerd. Mensen werken veel samen. Nou ja, het is, kijk, als je kijkt, security is van oudsher wel een thema wat in bedrijven en waar iedereen zijn rol in vervulde. Alleen het cyberelement, ik denk dat in de laatste jaren steeds sterker is geworden. En het is wel een wereld waarin op cybergebied je elkaar kent, of veel partijen elkaar kennen. Maar het is zeker een groeimarkt, omdat het ook niet alleen vanuit een dreiging wordt gezien. Hè, want daar, zo zien we het, hè, omdat het tot criminaliteit zou kunnen leiden of tot insecurity zou kunnen leiden. Maar het juist ook tegelijkertijd een enorme kans zou kunnen zijn om economische groei te bewerkstelligen of ervoor te zorgen dat deze maatschappij gewoon wat beter kan functioneren. Dus in die zin zie je dat het vooral dat laatste element de laatste tijd ervoor zorgt dat het veel breder wordt. Ja. Waar werken jullie zelf vooral veel mee samen vanuit het Nationale Cybersecurity Centrum? Veel met bedrijven of juist ook de politie of iedereen tegelijk? Ja, nou ja, wel veel partijen. Kijk, het NCSC, het Nationale Cybersecurity Centrum, is vooral, het wordt door de overheid gefinancierd, maar het is vooral een publiek-private samenwerking waarin ik ook heb geroepen, het is niet alleen samenwerking, het is ook participatie. We proberen eigenlijk met meerdere partijen samen ervoor te zorgen dat we het beste inzicht hebben op wat nou helpt aan deze wereld, de virtuele wereld, veilig te maken. Ja. Daar zit een deel overheidspartijen bij. We hebben van de meeste overheidspartijen ook een liaison. Vanuit de politie, maar ook vanuit het NFI, vanuit het Openbaar Ministerie. Dat zijn partijen waarmee we samenwerken. Mm-hmm. En vanuit met name de vitale infrastructuur. Want daar zijn wij eigenlijk vooral voor, ervoor te zorgen dat de Nederlandse vitale infrastructuur blijft draaien. Mm-hmm. Dus betekent dat vanuit de energiesector, vanuit water, vanuit de financiële sector, dat wij ook allerlei verbindingen hebben. En het NCC is eigenlijk een nationaal expertisecentrum. Wij moeten ervoor zorgen dat als er een crisis is, die wordt opgelost. En als er een grootschalig incident is, dat we dat ook kunnen aanpakken. En dat doen we niet alleen, dat doen we met die partijen. Ja, want
Ja, je zegt het al, jullie coördineren veel, jullie brengen de partijen bij elkaar. Ja. Jullie zorgen dat de kennis goed uitgewisseld wordt. In hoeverre zitten jullie ook echt op concrete zaken? Er gebeurt nu een cyberattack in Nederland. Wat is daar jullie rol bij een concrete zaak? Nou ja, zeker als een concrete zaak is die de vitale infrastructuur raakt of een grote impact heeft, dan is het onze rol inderdaad om partijen bij elkaar te brengen. Dus dan beleggen we een bijeenkomst in met politie, OM, NFI, eventueel private industrie die erbij betrokken is. En laten we zeggen dat het een slachtoffer van een hack is, ook het slachtoffer bij elkaar brengen om op dat moment te bepalen van wat is hier nou precies aan de hand? Waar hebben we mee te maken? Wat voor activiteiten moeten we ondernemen? En hoe zorgen we dat die verschillende activiteiten op een goede manier worden afgestemd? Want kijk, opsporing heeft een bepaald belang in dat geval om iemand aan te houden. Maar tegelijkertijd is er ook een belang om te zorgen dat de kwetsbaarheid ophoudt te bestaan. Nou, dat kan soms tegenstrijdig zijn. Ja. Hoe pak je dat nou goed aan? En de rol van het NCC is ook in operationele zin om dat mee vorm te geven. Ja, je zegt wel, het kan tegenstrijdig zijn. Dus dat de politie wil misschien bepaalde informatie niet vrijgeven, omdat er op dat moment de zaak nog loopt. Terwijl jullie zeggen dan van nee, het is nu in het nationaal belang dat dit bekend wordt, zodat andere maatregelen kunnen nemen. Kan ik me zoiets bevoorstellen? Nou, we proberen dat op zijn minst af te stemmen en ook te zorgen dat belangen wel gediend worden. Maar het kan inderdaad zo zijn dat als een bepaalde methodiek bijvoorbeeld is toegepast, dat er behoefte is om te voorkomen dat er nog meer hacks plaatsvinden, dat wij over die methodiek kunnen publiceren. Dan wel ook de partijen die zijn aangesloten bij het centrum kunnen informeren over een probleem. Nou, dat hoeft niet, daar kan je soms ook een oplossing voor vinden. Je hoeft niet te verwijzen naar het specifieke incident. Je kan ook, hè, want het NCC brengt iedere dag advies uit en alerts uit. En je kan het ook proberen te verwerken op een bepaalde manier. Nou, dat overleg, hoe doen we dat nou goed? Hoe zorgen we nou dat de kwetsbaarheden zo min mogelijk schade toebrengen? En tegelijkertijd ook bijvoorbeeld een opsporingsbelang niet geschaad wordt. Ja, okay. Dan even over het team high-tech crime. Ja. Dat was vroeger de KLPD, nu gewoon de nationale politie. Ja. Hebben jullie met bepaalde zaken met hun samengewerkt? Zeker. Nou, betekent bijvoorbeeld, hè, als ik gewoon recent ga, of het nou het Dorifel-virus is of de KPN-hack of andere incidenten. Daar waar er sprake is van mogelijk strafbare feiten en het zijn grootschalige incidenten en het NCC heeft een rol, hebben we ook altijd contact met de politie daaromtrent. Mm-hmm. En proberen we inderdaad het proces wat ik daarnet beschreef zo goed mogelijk vorm te geven. Ja. Dus het high-tech crime is een zeer gewaardeerde partner, niet alleen in zaken, maar ook op kennisgebied. En op als een van de partijen die in het hele stelsel wat we proberen te creëren om onze samenleving veilig te houden, een belangrijke rol vervult. Ja, je zegt op kennisgebied, dus als zij bepaalde zaken hebben opgelost, wat ze daarin geleerd hebben, komt ook weer bij jullie terecht. Ja, we proberen zoveel mogelijk van dat soort kennis ook te verdelen en af te tappen en ook weer te gebruiken om bijvoorbeeld een waarschuwing uit te doen. Als er een ransomware op is die een bepaalde methodiek gebruikt of die op een bepaalde wijze plaatsvindt en het high-tech crime heeft dat vastgesteld op welke wijze, dan zal het contact er mogelijk toe leiden dat we daar een specifieke waarschuwing voor kunnen uitgeven of ook een oplossing voor kunnen bedenken. Ja, ja. Er wordt flink gereorganiseerd bij de politie. We gaan van allerlei regio's naar één nationale politie. Vanuit jullie ervaring, welke invloed zal het hebben op Team High-Tech Crime? Ja. Die zat bij de KLPD, of maakt het eigenlijk helemaal niets uit voor hun? Dat kan ook natuurlijk. Nou, mijn ervaring is dat iedere reorganisatie kost heel veel energie. En die energie is vaak naar binnen toe gericht en niet naar buiten toe. Dus dat zou een zekere bedreiging kunnen zijn. Laat helder zijn dat het High-Tech Crime Unit is een unit die er staat. En die ook, ik heb al eerder op andere momenten gezegd, tot de top behoort. Mm-hmm. En het is ook heel goed, denk ik, dat we daar meer aandacht voor krijgen. Ik probeer wel die digitale kennis te verbreden. Ik vind een van de dingen, als je kijkt naar cybersecurity, dan is opsporing een van de elementen die we moeten doen. Maar het is wel aan het einde van zo'n heel palet aan mogelijkheden. En ik vind dat de politie in zijn algemeenheid eigenlijk toch iets meer gericht zou moeten zijn ook op het toepassen van dit soort mogelijkheden op het gebied van handhaving en noodhulp en intake, de andere drie terreinen. Dus ik ben blij in ieder geval met de uitbreiding. Ik ben blij ook met de opsporing. High-tech crime unit zit wel aan de high-end, aan de top-end van opsporing, de grote zaken. Ja, mijn wensbeeld is in ieder geval dat die digitale rechercheurs ervoor zorgen dat het ook op andere terreinen er is. En dat die niet alleen
hè, dat de kennis op dit gebied niet in, alleen in die digitale rechercheurs blijft zitten, maar juist in de breedte van de politie ook vorm krijgt. Je zegt, ze zitten aan het einde van het palet. Ja. Het mooiste zou zijn als ze dus niet nodig waren. Dat de kennis over cybercrime zodanig is dat we dingen kunnen voorkomen. Maar dat is het ideaal beeld. Dat is een illusie, denk ik. Hè. En het is altijd zo dat je voor de meest ingewikkelde vorm van criminaliteit heb je specialisten nodig. Nou, het High Crime Unit en de digitale rechercheurs, daar zijn specialisten. Maar er is ook volumecriminaliteit. En steeds meer volumecriminaliteit op gebied van cyber. Hè. Identiteitsfraude, marktplaatsfraude. En ook die vormen van criminaliteit vragen om een oplossing, dan wel op het voorkomen daarvan. En daarvoor heb je ook kennis nodig. Dus er is nog een heel terrein te winnen wat mij betreft. Ja, je hebt nu een paar voorbeelden gegeven. Welke vorm van cybercrime is nu het meest booming? Het meest onder de aandacht ook bij jullie? Nou ja, als je kijkt naar wat een van de problemen is in die virtuele wereld, is het identiteit. Het vaststellen van identiteit die in de fysieke wereld, daadwerkelijk plaatsvindt doordat je iemand ziet of spreekt of dat we met instrumenten werken waar we ervaring mee hebben, paspoorten en dat soort zaken. Je ziet dat identiteit een probleem is die op cyber speelt en dat het cyber ook een omgeving is waar je een andere identiteit kunt aannemen. Om een voorbeeld die dat de politie ook nog raakt is politie ransomware. Hè? Dus de meldingen van het feit van een malware die ervoor zorgt dat je de indruk hebt dat de politie jou aanspreekt op iets wat je zou hebben gedaan. Dat is zo'n voorbeeld wat zeg maar alleen maar toeneemt. Ja. Maar het gaat mij om het principe van identiteit in zijn algemeenheid. Mm. De cyberomgeving zorgt ervoor dat veel makkelijker vast te stellen is. En dat is denk ik ook een uitdaging van de toekomst om dat beter en daar een sterke verbinding mee te maken. Ja, bedoel je identiteit in de zin van identificatie en authenticatie? Dat precies. Degene die beweert te zijn ook werkelijk is die is? Ja. En dat is denk ik, dat speelt in het dagelijks leven bij iedere transactie. Hè, moet je weten met wie je te doen hebt. En als dat niet het geval is, dan is het plotseling. Dan ben jij plotseling eigenaar van mijn bankrekening. En dat is toch een situatie die je niet 1, 2, 3 wil. Dus dat soort elementen, denk ik, spelen een rol. Die spelen in de georganiseerde criminaliteit. Hè. Mm-hmm. Dat is een middel voor hun om veel geld te verdienen. Maar het speelt zich ook af in de dagelijkse virtuele wereld. Ja, dus in de vorm van identiteitsdiefstal, maar ook je voordoen als iemand anders en bij die ransomware. Ja. Welke andere grote cyberbedreigingen hebben we momenteel mee te maken? Ja, kijk, wat wij vanuit onze optiek zien is dat, dat de wereld is aan elkaar verbonden. De hyperconnectiviteit is dusdanig groot we spreken nu al tussen de 12 en 15 miljard apparaten die aan de virtuele omgeving hangen en verwachtingen zijn dat het in 2020 tussen de 20 en 50 miljard zal zijn. Daardoor vanuit misschien niet direct criminaliteitsinvalshoek, maar wel vanuit onze samenlevingsinvalshoek, kan het zo zijn dat een kwetsbaarheid in een bepaald systeem ervoor zorgt dat het domino-effect optreedt en dat er kwetsbaarheden ontstaan waar je ze niet verwacht. En cybersecurity gaat verder dan cybercrime, dat gaat over dat totale veld. Waar wij voor de uitdaging voor staan, is om ervoor te zorgen dat wij, als er een crisis plaatsvindt, die ook zodanig kunnen oplossen dat we weten waar het probleem zit. Ja. Dus de traditionele opvattingen over crisis en crisiscontainment, het inperken van het probleem. Mm-hmm. We zijn een land van water, dus als er een probleem is met water, dammen we het in. Ja. Dat gaat niet meer op in de cyberwereld. Ja. Juist door die connectiviteit. Dat betekent dat we voor een hele hoop dagelijkse gang van zaken afhankelijker van zijn geworden. Ja. En soms niet weten hoe dit precies zit. Nou, die kwetsbaarheid, dat is een kwetsbaarheid waar ik dagelijks mee bezig ben. Ja. Ja, want het is natuurlijk ook wel belangrijk voor de digitale rechercheurs om te weten dat zij kijken natuurlijk vooral naar misdaad. Er zit een dader achter. Mm-hmm. Maar security van het internet, er kunnen ook heel veel dingen misgaan die gewoon door het netwerk zelf ontstaan zijn. En dan zit er helemaal geen dader achter. Nee, en dat is zo. En een tweede aspect, denk ik, kijk, in die fysieke wereld en dus ook in de wereld van de rechercheur is ook helder wat je van elkaar mag verwachten. Is het helder wat de taak van de overheid is, wat je van het bedrijfsleven mag verwachten en wat de burger aan taken en verantwoordelijkheden heeft. Mm-hmm. Dus als rechercheur weet je dat je aan iemand zijn identiteit kunt vragen of in ieder geval dat iemand een bepaalde rol moet vervullen. In die virtuele wereld hebben die afspraken niet met elkaar gemaakt en is dat volstrekt onhelder. Dat maakt het werk van die digitale rechercheur ook lastiger. Ja. Want wat is gebruikelijk om in die cyberwereld, tot hoever mag je gaan? Wat mag je van het bedrijfsleven verwachten op het terrein? Ja. Is het normaal dat wij producten afleveren zonder security? En als er dan iets mee gebeurt, wie is er dan voor verantwoordelijk? Is dat het bedrijf? Is dat degene die dat heeft gepleegd? Of is het misschien
de burger die laks is geweest op dat terrein. Ja. Dus de verhoudingen in deze wereld zijn veel lastiger. En ik denk dat dat voor een digitale regisseur, die in die wereld zich moet opereren, lastiger is dan in die fysieke wereld. Ja, dus bijvoorbeeld iemand is onderdeel van een botnet geworden zonder dat te weten. Moet een regisseur die zien als een verdachte of als een slachtoffer? Ja, dat is een heel concreet voorbeeld, zeg maar, waarin... En dan is de vraag, hè, zeg maar, ben je bewust, heb je daar bewust een rol in of is het onbewust en word je gebruikt en heb je het niet eens in de gaten? Ja. En wat zijn de regels die we afspreken om dat te voorkomen? En in de fysieke wereld hebben we allerlei regels gemaakt waardoor dat beter te controleren is. En dan weet je dat als je een auto ziet rijden en daar zit iemand in, dat die waarschijnlijk ouder is dan 18 en dat je hem om zijn rijbewijs kunt vragen, hè, als politieman op straat. Nou, als digitale regisseur op het web, wat zijn je taken en verantwoordelijkheden, bevoegdheden, wat mag je verwachten? En ik denk dat voor onze totale maatschappij de grootste uitdaging is om in de komende jaren daar ja, een concept voor te bedenken wie waarvoor verantwoordelijk is. Ben je ervoor om dan meer veiligheidseisen te stellen aan zowel de leveranciers van digitale Zeker. Producten als de gebruikers? Ja? Kun je daar een voorbeeld van noemen? Nou ja, eigenlijk is het toch heel vreemd dat om toch weer die vergelijking die sommige mensen vinden hem niet opgegaan, ik vind hem in die zin wel opgegaan met de fysieke wereld te maken is. En om bij de politie te blijven, het is volstrekt helder dat als je inderdaad op die infrastructuur rijdt, hè, die fysieke infrastructuur rijdt, dat je een auto hebt die voorzien is van bepaalde veiligheidsvoorzieningen. Hè. Daar zit een airbag in en daar zitten veiligheidsgordels in en daar zitten remmen op. En het is niet zo dat je naar een autodealer gaat en moet bijbestellen een rem of een airbag. Dat zit er standaard in, omdat we dat als overheid hebben gereguleerd. Maar je kan vanmiddag naar een grote consumentenmarkt toe gaan, een computer kopen, aan het internet hangen en onbeveiligd binnen 3 seconden voor spam zorgen bij mij thuis. Ja. Is dat een normale verhouding? Ja. Of moeten we bijvoorbeeld een aantal eisen stellen aan de manier waarop je omgaat op het web? En dan niet vanuit een idee dat we dingen moeten reguleren zoals dat in een soort van dictatoriaal regime gebeurt. Maar wel om te voorkomen dat het zo'n effect heeft op onze samenleving, dat die samenleving ontwricht raakt. Dus ja, ik ben er wel voor om ervoor te zorgen dat je afspraken maakt over hoe wij op het net opereren. Ja. En ik ben er ook voor dat de politie bevoegdheden heeft waarin ze ook kan opereren. Ja. Even terug naar de digitale regisseurs van Team High Tech Crime. Ja. Wanneer komt een zaak wel bij hun en wanneer niet? Je hebt nu een aantal voorbeelden gegeven van ook gewoon de veiligheid van cyberspace in Nederland algemeen. Hè, ja. Zonder dat er een directe dader achter zit. Er zullen kleine dingetjes zijn van iemand zijn computer wordt gehackt en er wordt spam verstuurd. Maar ja, als je echt naar botnets gaat, dan is het echt een zaak voor hun. Wanneer is een zaak te klein voor Team High Tech Crime? En wanneer wordt een zaak eigenlijk te groot voor hun? Nou ja, dat is iets wat vooral tussen OM en politie waar afspraken over zijn. Hoe je dat regelt, hè? Wat nou... Maar een van de kenmerken is dat het georganiseerde criminaliteit zou moeten zijn. En dat het qua impact, het kan meerdere invalshoeken, georganiseerde criminaliteit is er eentje. Andere invalshoek is de impact van een bepaalde feit. Hè? Want soms op het moment dat zich iets voordoet, begin je aan een onderzoek en weet je niet of er een 17-jarige jongen achter zit of de georganiseerde criminaliteit achter zit. Als de impact is, zoals we bij KPN hebben gezien, dat het code rood is, dat het bedrijf zeg maar grootschalige investeringen moet doen om zeg maar die veiligheid te garanderen, ja, dan kom je in een andere klasse van zeg maar criminaliteit terecht. En dat kan je niet van tevoren bedenken of dat georganiseerde criminaliteit is of toch die 17-jarige jongen. Ja. Maar het heeft die twee aspecten, van de aard van de criminaliteit, de impact die het heeft op onze samenleving, ook wel de mate waarin het ingewikkeld is en specifieke kennis voor nodig hebt. Dat zijn allemaal elementen die daar een rol bij spelen. Ja. En overigens heeft de politie en de OM een hele mooie wegingsmethodiek om te bepalen of een zaak nou wel of niet voor zeg maar het high-tech crime unit is of voor anderen. Oké. En nou ja, als we kijken naar de ideale rechercheur, ze maken ook natuurlijk een duidelijk onderscheid tussen de tactische en de digitale rechercheurs. Wat voor competenties verwacht je bij zo iemand? En dat vraag ik natuurlijk niet alleen als de directeur hier cybersecurity, maar natuurlijk ook uit uw eigen politieervaring. Ja. Wat soort competenties hebben die jongens en meisjes nodig om dat te worden? Nou ja, ik begin met misschien wat niet direct een competentie. Eén daarvan is passie. Je moet passie voor dit vak hebben en eigenlijk een zekere gedrevenheid om te ontdekken wat er nou precies aan de hand is. Het gaat om, dat vraagt ook om technische kennis, hè, dat is een ander aspect. Maar het vraagt ook om een zekere drive om dat spitwerk te doen, om helder te krijgen wat is hier nou precies aan de hand. Wat is de achtergrond, wat zou de intentie kunnen zijn. Vooral ook iemand zijn die moet kunnen samenwerken. Want ik maak het net in het begin al heel erg duidelijk dat het een
veel partijen zijn die op dit veld met elkaar iets moeten doen. En die elkaar ook ruimte moeten gunnen om inbreng te hebben op dit terrein. Dus als je daar zit en alleen maar denkt van nou, ik weet hoe het zit en ik bepaal het, dan volgens mij ben je uiteindelijk geen goede regisseur. Dan heb je misschien wel heel veel kennis, maar je moet het ook met elkaar kunnen doen. Je moet denk ik in staat zijn om die ingewikkelde technische materie ook aan je tactische collega op een goede manier uit te kunnen leggen. Want vaak is hij degene die het verhoor zou moeten doen. Dus het gaat ook om het kunnen vertalen van zaken. En in gewone mensentaal kunnen vertellen wat er aan de hand is. Ik denk dat dat een paar van de belangrijke eigenschappen zijn. Hè. Dus naast technische kennis, passie, samenwerkingsgerichtheid, het kunnen analyseren van een probleem, maar ook het kunnen vertalen van het probleem in iets wat een ander ook begrijpt. Dat zijn kenmerken die ik belangrijk zou vinden. Ja, interessant. Dat zijn ook een beetje de zachte factoren. Passie, samenwerken. Ja, maar er zit ook dat andere. Hè. Dus ik bedoel, je moet wel weten wat er in de wereld speelt. Ik bedoel, eigenlijk moet je al vanaf je negende zo'n beetje een hobby hebben gehad om computers uit elkaar te halen en weer in elkaar te zetten. Hè. Dus, zeg maar in die wereld ook mensen kennen. Hè. Dus het is ook een community. Hè. Het is ook, ik denk dat een van de belangrijke veranderingen ook voor de politie is. Hè. Ik kom nog van de tijd dat de politie de enige was die de opsporing deed. En ik heb zelf ook, zeg maar, bijvoorbeeld voor het eerst toen meldmisdaad anoniem kwam, hebben we daar hele discussies over gehad of dat wel of niet kan. Ik kan me nog herinneren dat opsporingverzocht voor het eerst kwam. En of dat wel kon, dat je de burger betrok. Nou, we zijn nu in een heel ander stadium dat we de burger veel meer betrekken. Met allertering, met allerlei vormen van. In de cyberwereld is dit al een gegeven. Is de community, heeft wetenschap. Heb je allerlei onderzoekers die dingen melden. Ja. Ook daarin zul je je weg moeten kunnen vinden. En moet je met die mensen ook kunnen spreken. En ook duidelijk je eigen positie kunnen maken. Maar in ieder geval ook contacten kunnen hebben. Ja. Nou, stel, hè, iemand zit nu te kijken, die zit echt in de hackersbeweging, kent ze allemaal, is soms wel een beetje over de scheef gegaan. Het is nog net niet anonymous, maar iemand die wel een beetje de randjes van de wet heeft uitgetest. Wat zou je tegen zo iemand zeggen om hem te overtuigen bij Team Hightech Crime te komen werken? Ja, waarschijnlijk als het zo iemand is, dan is het al iemand die aan die eerste voorwaarden van passie voor het vak voldoet. Want ik herken dat heel sterk dat mensen dat doen. Het gaat geen strafblad overigens. Nee, precies. Het gaat er wel om, denk ik, dat je de intentie waarmee je die drive hebt, bedoeld is om ervoor te zorgen dat je de wereld veiliger maakt. En niet dat je uit bent op persoonlijk gewin of op persoonlijke glorie en roem. Het gaat erom dat je een bijdrage levert aan het feit dat je een belangrijke rol vervult. De politie vervult een belangrijke tol. Vervult een belangrijke taak. Ik zeg hier ook altijd, je werkt ook niet bij een schoenfabriek. Het gaat niet om een commercieel gewin. Het gaat erom dat je zelf iets voelt, dat het belangrijk is dat het werk wat je doet eraan bijdraagt om deze wereld veiliger te maken. Ook in cyberzin veiliger te maken. Mm-hmm. Nou, als je die overtuiging hebt en je hebt de technische kennis en de wil om en je wil samenwerken, dan zou ik zeggen, pak dat formulier en solliciteer. Want dan ben je degene waarschijnlijk die ook het Hightech Crime Unit zoekt. Ja. En als we het vanaf de andere kant benaderen, iemand die al bij de politie werkt, maar nog niet in Hightech Crime zit. Ja. Wat zou je tegen zo iemand zeggen om te overtuigen dit te gaan doen? Nou, ook daarvoor geldt denk ik dat je wel gevoel voor deze materie moet hebben. Je moet niet twee rechterhanden hebben, zelfs twee linkerhanden moet ik zeggen, als het gaat om cyber. Je moet dingen kunnen begrijpen, je moet er gevoel voor hebben. Maar mijn ervaring is ook altijd dat het gaat om een team. Ik heb heel lang geleden, in de jaren 80, bij de Amsterdamse politie ben ik begonnen met onder andere wat we toen noemden digitaal rechercheren en ook financieel rechercheren. En om een beeld te geven, zeg maar, wat ik daar aantrof, was dat wij ook toen op weg waren met financieel rechercheren om nieuwe mensen van buitenaf binnen te halen. En we hadden het idee, wij hebben dan accountants nodig. Ik had een hele selectieprocedure bedacht hoe ik de beste accountants binnen kon halen om als financieel rechercheur te gaan optreden. En een van de dingen die we deden was dat we ze een test voorlegden om in een boekhouding eruit te halen wat nou fout was in die boekhouding. Ik had de meest knappe koppen, Nijenrode afgestudeerd, cum laude, en die heb ik die test laten doen. Maar heel weinig slaagden er echt in om er iets uit te halen. En ik had ook een oude regisseur. Een regisseur die al jaren fraudeonderzoek deed. En die van een totaal ander profiel was als die account. Je kan je er iets bij voorstellen, denk ik. En die vroeg aan mij van, goh, hoe doe je dat nou? En wat laat je ze nou zien? En zeg, mag ik ook eens een keer kijken? En je zag al die
geschoolde mensen bezig met kruisposten en balansen. En na een uur hadden ze het nog niet gevonden. En de regisseur, Jaap heette die, die gaat in die boekhouding. En binnen 3 minuten komt hij met een pakketje facturen. Hij zegt, het zijn valse facturen. En ik zeg, ja, Jaap, hoe heb je dat nou gedaan? Hij zegt, dat is heel simpel. Facturen, valse facturen die worden gemaakt in een kantoor, die worden niet verzonnen, zijn dus niet gevouwen. Dus ik kijk altijd naar de niet gevouwen factuur. Kijk. Het is een heel simpel voorbeeld. Maar het geeft aan dat als regisseur heb je een bepaald gevoel. Heb je ook een bepaalde ervaring, kan je ook met mensen omgaan, kan je mensen ook, als het goed is, op zo'n manier benaderen dat het uiteindelijk ook resultaat heeft. En in het voorbeeld wat ik geef, probeer ik ook aan te geven, je hebt die technische kennis nodig, hè, want je moet uiteindelijk wel een rapport opmaken. Maar dat gevoel van die regisseur is ook net zo belangrijk. Ja. Dus het gaat erom, kan je een goede combinatie tussen die digitale regisseur en die tactische regisseur maken. Ja. En dat is de uitdaging. Nou ja, dat probeert Team Hightech Crime natuurlijk met de Cyber Challenge. Ja, dat is een bestand waarin gezocht moet worden naar sporen om uiteindelijk de dader te achterhalen. Zou dat ook zo'n methode kunnen zijn? Nou ja, ik zie daar wel vergelijking in met wat wij destijds in een heel andere en een veel simpelere vorm hebben geprobeerd. En het gaat er denk ik om, kan je de dingen uithalen en kan je motiveren waarom je die dingen eruit haalt. En soms zit het in techniek en soms zit het hem in de wijze waarop je inderdaad ook dat gevoel hebt voor criminaliteit, noem ik het maar even. Ja. En beide heb je nodig om uiteindelijk een zaak succesvol te maken. Is het een speurdersneus, zouden we dat zo kunnen noemen? Een digitale speurdersneus? Nou, het is soms een digitale speurdersneus. Het is soms ook mensenkennis. Het is soms ook je kunnen inleven in die andere persoon. Waarom doet iemand dat en hoe doet iemand dat dan? Nou, en als je dat combineert, dan heb je best een hele goede kans om zo'n zaak op te lossen. Oké. Nou, Team Hightech Crime is natuurlijk gegroeid. Van 30 naar 60. Ja. Komende periode komen er 30 bij en daar nog eens 30. Ja. Dus ze gaan steeds weer verdubbelen. Ja. Stel, je zou zelf kunnen kiezen waar je die mensen zou kunnen inzetten. Wat zou voor jou echt prioriteit zijn? Ja, kijk, het zit natuurlijk aan die opsporingskant. Hè. Dus het gaat in ieder geval om dat zij zaken oplossen. Ja. Als ik zie dat georganiseerde criminaliteit steeds meer zoekt naar alternatieve vormen, ook in deze wereld, om grote hoeveelheden geld te verdienen, dan denk ik dat, zeg maar, dat zeker een wereld is waarin we ook in de reguliere onderzoeken vaker tegen vormen van cybercriminaliteit aanlopen. En ik zou het belangrijk vinden in ieder geval dat ook in dat soort onderzoeken die kennis aanwezig is. Dus dat is één kant van het markt. En de andere kant hoop ik dat die digitale regisseurs ook ervoor zorgen dat de kansen die we in de totale oude handhavingstaak van de politie er zijn, dat zij eraan bijdragen dat die kennis verbreed wordt op de een of andere manier. En dat hoeft niet altijd alleen maar georganiseerde criminaliteitszaken te zijn. Dus, dus ik vind het heel belangrijk dat Hightech Crime Unit dat die verdubbelt. Maar uiteindelijk geloof ik dat in de nationale plannen of de plannen van de nationale politie ook het totaal aantal digitale rechercheurs bijna verdubbelt. Ja. Ja, en ik denk dat dat eigenlijk ook een belangrijke taak is. Want als ik dan toch nog een wens mag doen, dan hebben we het vooral over opsporing gehad. Ja. Maar nu nog even op die andere terrein, handhaving en noodhulp. Ook daarin kan cyber heel veel betekenen voor politiewerk. Okay. Maar handhaving en noodhulp, daar moet ook meer in. Ja, dat is misschien niet voor de digitale rechercheur, want dat is een recherche invalshoek. Maar dat dat we veel meer gebruik kunnen maken van die cybermogelijkheden om de taak van de politie verder vorm te geven. Dus als ik slachtoffer ben over 3 jaar van identiteitsfraude, dan helpt het vooral dat politie naast mij op het net komt en met mij kijkt en met mij ook probeert dingen te voorkomen. En niet alleen in de fysieke wereld aanwezig is. Dat moet ook. Maar die aanwezigheid, zeg maar, voor de politietaak in de virtuele wereld, ja, die zou ik graag vergroot willen zien in de breedte. Oké, want er is hier op het ministerie van Binnenlandse Zaken een meldpunt identiteitsfraude. Ja. Die zou eigenlijk uitgebreid moeten worden met ook handhavingsdiensten. Dat die sneller kunnen doorschakelen als slachtoffers daar vragen hebben. Ja, maar dan is dat eigenlijk wel weer steeds op de opsporing. Ik probeer het toch te verbreden. Misschien een ander voorbeeld wat wel tot de verbeelding heeft gesproken. Als je kijkt naar wat in Haren is gebeurd. Hè, dus openbare orde problematiek die ontstond na aanleiding van een incident. Of in ieder geval iets wat zich in de cyberwereld afspeelde. Het daar actief zijn. Het kunnen signaleren van dit soort zaken. Het kunnen beïnvloeden van die zaken. Daar ook actief een rol in te kunnen vervullen. Ik denk dat we dat nog veel te weinig doen. Met als gevolg dat we soms geconfronteerd worden met dit soort uitwassen. Er is ook in die virtuele wereld een taak voor de politie om
op een goede manier aanwezig te zijn. Die taak, dat bedoel ik als ik praat over handvatten. Okay. Dus dat ze aanwezig zijn, dat ze zien wat er leeft in de samenleving, nog daarover voordat er iets misgaat eigenlijk. Ja. Nou ja, de virtuele wijkagenten. Ik zie dat wijkagenten gebruik maken van social media om meer kennis te hebben. Maar ook in die virtuele wereld heb je de virtuele wijkagent nodig, denk ik, om die taak te vervullen. Nou, gaat wat verder dan high-tech crime, maar in zijn algemeenheid is dat iets waar, denk ik, meer aandacht aan besteed zou kunnen worden. Virtuele wijkagent. Ja. Dat is ook wel mooi. Goed. Nou, tot slot. We hebben straks een avond, Paard van Troje. Ja. Er komen heel veel mensen op af om allemaal te kijken wat doet Team High-Tech Crime. Er zit natuurlijk ook een hoop mensen bij die daar willen werken. Ja. Wilt u nog iets kwijt aan ze? Nee, ja, kijk, ik heb het al gezegd. Hè, een van mijn taken is ook om een internationaal verband te kijken op het gebied van cybersecurity. Het gaat verder dan crime, maar op cybersecurity gebied. En dan zie ik dat we in Nederland best op een aantal dingen trots mogen zijn. Ja. Ja, hoe doen we het internationaal? Nou ja, internationaal, noblesse oblige. We zijn ook verplicht om dingen te doen, omdat we zo'n hoge dichtheid hebben op het gebied van cyber, internetdichtheid. Maar ook, we hebben die Amsterdam Internet Exchange ook hier. Hè. Dus we bieden heel veel providerscapaciteit aan. Daardoor is er soms ook sprake van veel criminaliteit die via Nederland gaat. Ja. Daarvoor hebben we een topteam nodig. Dat is het High-Tech Crime Unit al. Mm-hmm. Ook internationaal gezien, zo wordt er ook over gesproken. Ja, ik hoop alleen maar dat die reputatie, die moet je waar kunnen blijven maken met nog meer zaken en met nog meer goede mensen. En ik hoop dat op zijn minst dit eraan bijdraagt dat dat inderdaad ook gerealiseerd kan worden, dat die goede mensen aan de slag gaan. En vooral ook in samenwerking met die andere partijen waarvan het NCSC en de directie er eentje is. Maar zou je kunnen zeggen dat vergeleken met andere landen, als je kijkt hoeveel mensen met hoeveel kennis hier op dergelijke zaken zitten, doen we het best wel goed? Dan doen we het meer dan goed. Ja. Dan is de kennis die op opsporingsgebied zit bij high-tech crime, die hoort tot de wereldspelers eigenlijk. En dat merk je ook omdat je internationaal zo naar gekeken wordt, ook internationaal in onderzoeken dingen voor elkaar krijgen die anderen nog niet voor elkaar krijgen. En dat is mooi om dat te constateren. Ja. Ja, veel digitale rechercheurs moeten ook veel heen en weer reizen en zo. We hebben een aantal zaken gehad waarbij de FBI er ook bij betrokken was. Met welke landen werken wij vooral samen? Nou, als je kijkt op dit moment binnen Europa, dan zijn er een vijftal landen waarvan je zou kunnen zeggen, die vormen wel de voorhoede. Dan moet je denken aan het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Zweden, Nederland. Wat kleinere landen als Estland bijvoorbeeld, die in de voorhoede meedoen. Internationaal gezien zijn landen als VS, Canada, Australië, Zuid-Korea. Dat zijn ook landen die op dit terrein al heel veel meters hebben gemaakt. En wat betekent dat voor het werk van de digitale rechercheur? Telefoontje van de FBI, om het zo maar even... Nou ja, in concreet, om je een voorbeeld te geven. Hè, binnen het NCSC, hè, daar waar wij ook het Emergency and Response Team zijn in Nederland. Wij hebben ongeveer met 250 verschillende sets over de wereld contact. Dat zit tussen de 50 en 70 verschillende landen waarmee we in principe een relatie hebben. Nou, die wereld, hè, die cyberwereld, die internationaal is, dat geldt ook voor een digitaal rechercheur. Want de snelheid waarmee een onderzoek zich van Nederland via Bulgarije naar Zuid-Korea en weer terug kan gaan, dat zijn millisecondes. Dus ja, het is zeker een internationaal vakgebied. Ja, oké. Okay. Nou, tot slot, stel, je zou nog aan het begin staan van je politiecarrière, al even geleden. Ja. Zou je dan zelf dat beroep kiezen, digitale rechercheur? Nou, ik denk dat ik dan toch niet voldoende profiliteit daarvoor heb, in ieder geval voldoende kennis heb. Ik vond het wel altijd heel erg leuk, want zo ben ik eigenlijk ook in Amsterdam begonnen. Eigenlijk met die speciale, of het nou financiële of digitale criminaliteit was, om in die mix van en ervaren rechercheurs en met name ook mensen die met passie en met kennis vanuit een hele andere invalshoek kwamen, om daarmee zaken te doen. Ik geloof dat ik dat weer opnieuw zou doen. Dus, en de digitale wereld zal daar zeker een rol in spelen.